Beste collega's, zoals jullie kunnen zien is bij het openen van de beurs de koers gedaald met 1,2%. Dus ik stel voor dat we gaan verkopen. Hadden jullie enige suggesties? Ja, staatsobligaties van Duitsland zijn altijd een veilige en stabiele investering. Ja, dat is in theorie mogelijk, maar mijn voorstel... Oh, excuseer, ik heb iets verkeerd gegeten, denk ik. Dus mijn voorstel is om 30 miljoen bakken Fristeer te kopen. Oké, dus ik noteer 30 miljoen bakken Fristeer. En je hebt geen schrik dat dat gaat vervallen? Ja, nee, sorry, dat is niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde dus dat we moeten investeren in... Ja, maar aan, boem, 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 we investeren in Fristeer en... Nee, sorry, dat bedoel ik niet. Ja, maar sorry. Laat ons dan even recapituleren. Dus ik concludeer dat jij drugs hebt zitten pakken in onze lobbeljes. Huh? Mama, wat verdomme ons al vindt je moet tegen thuis. Jongens, laat ons alsjeblieft even kalmeren. Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. Denzel? Don't you know, pump it up. You've got to pump it up. En kattenbrokjes, hè? We moeten investeren in goede kattenbrokjes. Lekker, lekker. Lekker, katten eten. Katten eten. Zo zie je maar. Eigenlijk is Michiel gewoon één lange ontspannende trip van een rijke zakenman die elke ochtend LSD pakt. Hé, wie had dat gedacht? Zwaar, hè? Wat voor straffe toeren, hè? Je kunt het zo gek niet bedenken.